heel merkwaardig boek is. Is het de pijn beschreven van het wachten op een wezen. Het gaat om een rommel van Telmen. Die op dat moment in de concentratiekamp zit. Wordt helemaal gek van het gemis, van de angst. Ze loopt elke dag naar het Rode Kruis om te kijken of er een dodenlijst staat. En op het moment dat hij terugkomt, totaal vermagerd en doods, zegt ze hem dat ze niet meer van hem houdt. Het is een onwaarschijnlijk mooi boek en alleen Magritte de Ras kan zo beschrijven.